Hey man. Yo. Wij hebben sla voor Bob's birthday. YouTube, zijn weer hier gasten. Ik ben Joost. En ik ben Niels. 2 weken geleden hebben wij een giveaway gedaan voor gratis rijlessen die je kon winnen. De winnaars die zijn nu bekendgemaakt op ons Instagram profiel. Check het even uit, want misschien zit jij wel tussen de winnaars. Ja, zou super vet voor je zijn. We hebben natuurlijk ook nog een item te draaien. En deze week gaan we gratis naar DEFCON. Het Songfestival is weer begonnen en wij hebben natuurlijk weer geen geld. Ja, hoe kom je DEFCON gratis binnen? Natuurlijk met een krop sla onder je armen. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Slaat helemaal nergens Leuk, op. Goeie grap, Joost. Ik zou zeggen, laten we even een krop sla halen. Ja, ik ken een goed Turks steentje. Is al sla 4 keer goedkoper. Hoeveel is het? Is het sla? Per kilo. 1,75. Dat is echt niks. Hoeveel? Gewoon die hele bak. Alles. Zo, laat me even helpen, Niels. Kom. Kijk eens. Wat is dit dan? Dit is sla. Wat heb jij nu vast dan? Dit is geen sla. Ik ga het aan mevrouw vragen. Mevrouw, zijn dit kroppen sla? Kool, witte kool. Dit zijn witte kolen, hè? Oh jee. Ja. Oh jee. Oké, okay, opnieuw, sla. Gewoon een krop sla voor 75 cent. Gewoon alles. Dan vind je dat nog een. We hebben nu 9 kroppen sla voor 6,75 euro. Een ticket van DEFCON in Walibi is gewoon 79 euro. Dus dat betekent 2 tickets, is 158 euro. Wij besparen koulo veel geld met onze 6,75 euro. Dus als dit lukt, dan winnen we wederom. In het leven, alweer. Champ, champ. En wat trekt hij op? Juru Magistal. DEFCON, we komen eraan! Gascrew, zijn wij dat? Ja, sowieso. Okay. Ik weet precies hoe dit gaat. Er staat iemand met een lijst. Of je moet een kaart hebben of iets. Nee, maar we komen aanlopen. We zetten die auto ergens anders, man. Ja, het wel heel droog doorlopen, want... Je moet een beetje haast hebben. Ja. Ja, je moet haast hebben. Okay. Dit is het. Dit is het? Dit is DEFCON. Dit is DEFCON. Leveranciers. Sowieso. Gaan doen? Tuurlijk. Ik zal je camera laag halen. Goedendag. Hallo. We hebben even voedingswaren opgehaald. Oké, okay. Heeft u een bandje? Nee, want alles ligt nog daar eigenlijk. Maar ik moest even heel snel kroppen sla halen. Ja, zonder een bandje kan ik u niet doorlaten. Oké, moet ik even... En ook niet zonder parkeerkaart. Nee, wacht even. Ik zet hem even naar achter en dan bel ik die gozer even. Ja. Die auto is echt een blok aan ons been, man. Ja, ik doe hem heel even daar nu. Waar ga je nou heen? Ja, ik moet gewoon dat ding weg... Ja, daar zie je toch gewoon parkeergelegenheid? Dit is gewoon normaal parkeren. Dit is normaal parkeren? Ja. Ik moet hem gewoon ergens anders gewoon bij een huis neerzetten. Ik heb geen zin om... We hebben nu een fietspad gevonden, dat is afgesloten in verband met het evenement. Ja. DEFCON natuurlijk. Ik denk dat we dat fietspad op moeten gaan lopen en kijken waar het pad eindigt. Want ja, Joost en ik zijn van mening dat de mensen die aan de voorkant staan van het festival te erg geïnstrueerd zijn. Nee, niemand mag naar binnen zonder een bandje. En die zijn met te veel. En die zijn ook met te veel inderdaad. Ja. Dus dan is het, komen er andere mensen bij en dan komen ze erachter. Nee, ze mogen niet naar binnen. Dus we moeten gewoon... een hek vinden aan de achterkant van het festival. Met 1 beveiliger. Met 1 beveiligertje die makkelijk om te lullen is. Let's go. Let's do it. Is dat zo gevaarlijk? Dat is echt van de weg, Anton. Misschien moeten we het andere pad nemen. Hier is het hek. Kom, oké, doen we dat. Ja? Nee, ik ben de leverancier van de sla. Ik kom door de busjes. Net geplukt. Dit is perfect. Daar die weg. Hier. Dat hek daar. En daar zie je al mensen met die vlaggetjes daar zo. Ik zeg, ik probeer dit. Je gaat ervoor. Succes, Pik. Maar dat is niet het item. Dat is zeker niet het item. Ze boeken. Ja. Ik kom nu bij de Kiss and Ride. Yo man, ik kom sla afleveren voor de burgertent. Rij maar je tent. Ja? Alleen maar afleveren. Ja, dat is goed, rij maar door. Thanks man. Thanks. Dat
ging soepel. Dat ging heel soepel. Dat ging fucking soepel. Hey. Wat ik ga doen? Ja. Ik kom sla afleveren voor de burgertent. Doe maar daar in dat hoekje. Dat is het gele bordje daar. Dankjewel, man. Dan ben je ook meteen bij de ingang. Wat? Ik sta gewoon bij VIP. VIP, guest en artist. Gaat lekker, hoor. Nu is de enige vraag. Gaan we de camera meenemen of niet? Of doe het gewoon met telefoon? Telefoon. Minder op te vallen. Telefoon. Ja, toch? Naar de ingang, jongens. Ja, we lopen gewoon naar de ingang waar we deze ook met sla kloppen. Hi man. Hallo Jaren. Yo. Wij hebben sla voor Bob's Burgertent. Hebben jullie wel een bandje? Nee, we moesten het leveren. Kiss the ride en dan komen hier, moesten toch wat even. Eigenlijk mag ik jullie niet naar binnen laten. Nee, ja, begrijp ik. Ja, maar ik weet niet of jij het. Nee, ik ga zo niet weg. Ja. Morgen kijk op ze even te bellen of ze kunnen. Ja, ik kan wel even bellen. Ja, ik hoop wel dat ik hier wacht. Hier, dan ga jij wacht ik wel. Ja, dan moet ik binnen zie ik jou zo. Ja toch? Zie ik jou gewoon zo. Ja? Doen we dat heel snel. Dat is goed. Zie zo. Dit heeft Joost zo goed gedaan, jongen. Joost. Dankjewel. Ongelooflijk! Waar ben je? Ik ben gewoon net gratis binnengekomen. Ik heb wat proppen sla meegenomen. Ik zeg, moet proppen sla afleveren bij de burgertent. Ik wil zo doorlopen. Ik heb geen bandje, niks. Lekker, hè? Ik heb de proppen sla afgeleverd aan de burgerbar. Ja, sowieso. Ja, man, top man. Ik ben nog nooit eerder op een hardcore stage geweest. Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het kapot dik. Ik ga Joost bellen dat hij zonder mij naar huis kan rijden. Maar ik ga hier gewoon lekker even naast zometeen. Goed, dit was hem, Gier Gastvideo, hè. Voor €6,75 heb ik gewoon een Defcon ticket gefixt. Helemaal top. Volgende week zijn we er gewoon weer bij met een nieuwe video. Liken, abonneren, je kent het hele mikmak. Maar doe het ook even. Later!